kijkt naar een nieuwe video. Weer een review vandaag. En dit keer over de Garnier Onder de Douche Body Lotion. We zijn waarschijnlijk allemaal wel bekend met de Nivea Onder de Douche Body Lotions. Die je dus kunt gebruiken onder de douche als een body lotion. Omdat we heel erg vaak gewoon vergeten ons lichaam in te smeren na douchen. Met een body lotion of iets dergelijks. En daarom komen steeds meer merken uit met onder de douche body lotions. Dus heel erg handig. Je neemt dus gewoon mee onder de douche. Je gaat eerst jezelf wassen met een normale douchegel. En vervolgens pak je onder de douche body lotion erbij. Smeer jezelf mee in. Spoel jezelf af. En that's it. Je hebt gewoon een verzorgende body lotion op. Althans, dat is de bedoeling allemaal, hè. Zelf heb ik ook die van Nivea uitgetest. En daar was ik op zich wel te spreken over. Vond ik een fijne onder de douche body lotion. Ik had alleen een versie die voor een droge huid was. En ik heb een normale huid. Dus die voedde gewoon iets te veel mijn huid. En dan merk ik dat ik heel snel dan plekjes krijg. Puistjes. Dat mijn huid gewoon te vet wordt. Deze van Garnier is voor de normale huid. Ik heb hem gekocht dus bij de Action voor 2 euro. Het is dan wel een buitenlandse verpakking, om het zo maar even te zeggen. Maar er staat gelukkig op de achterkant ook op in het Nederlands waarvoor die bedoeld is en dat soort dingetjes. Er staat dus onder Garnier onder de douche body lotion 24 uur hydraterende lotion voor de normale huid met voedende olie en komkommer. Gebruik uw douchegel gebruiken en afspoelen. De douche body lotion aanbrengen op een vochtige huid en afspoelen en afdrogen. Trek snel in zonder kleverigheid en vettig gevoel. Niet op het gezicht aanbrengen. Lotion resten wegspoelen om uitglijden te voorkomen. Ik ga deze dus de aankomende paar dagen testen voor jullie. Als allereerst de geur. Heerlijk naar komkommer. Als je die lijn kent van Garnier. Garnier heeft wel meerdere producten, ook voor het gezicht geloof ik. Met komkommer erin voor de normale gemengde huid geloof ik. Oh, die ruikt zo enorm lekker. Zo ook deze body lotion. Heerlijk fris naar komkommer. Dat is voor mij echt sowieso al een pluspunt. Ik vind de geur heerlijk aan deze body lotion. Verder zit er 250 ml in. Het staat overigens ook op dat het nieuw op de markt is. Ik weet niet hoe lang dit al op de markt is. Maar vaak als het bij de Action te koop is, is het net uit tot... is het nog niet heel erg lang uit. Koopt de Action vaak dat soort producten op ter promotie. Ja, ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar in ieder geval, Action heeft vaak wat nieuwere producten die in de winkel liggen. Voor een stuk hogere prijs. En bij de Action zijn ze dan voor een lekker goedkoop prijsje te koop. Ik ga even naar de ingrediënten kijken. Ik weet niet heel veel van de ingrediënten, maar ik vind het zelf altijd heel erg belangrijk dat er niet te veel alcohol in zit. Wat je huid uitdroogt. En even kijken, er zit wel minerale olie in, dus dat kan de huid eventueel verstoppen. Het staat helaas ook wel redelijk hoog op de lijst als 1, 2, 3, als derde ingrediënt. Dus dat is misschien wel iets minder. Verder, even kijken als we kijken, cetearyl alcohol, maar dat is als het goed is een goede alcohol, dus meer een vettige alcohol. Je hebt diverse soorten alcohol namelijk. Glycerine zit erin. Parfum zit erin, dus mocht je niet tegen parfum kunnen, dat zit er ook in. Verder zit er komkommer natuurlijk in en nog wat andere. Oh, limoen zit erin. Benzyl alcohol. Dat is een alcohol die vrij uitdrogend werkt, volgens mij. Dat is dus minder. Maar verder zie ik er ook nog shea boter in zitten. Of shea boter, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. En in ieder geval, die zorgt dan wel weer voor een lekker voedend laagje vaak. Ik ga hem een week lang testen en dan horen jullie mijn eindresultaat uiteindelijk. Zo, dan ben ik weer terug met mijn bevindingen over deze Garnier Onder de Douche Body Lotion. Ik heb hem de afgelopen week eigenlijk voortdurend getest. Als je hem hebt aangebracht onder de douche, dan je brengt hem dus gewoon aan als een crème over je lichaam heen, spoelt het af. Maar je voelt op dat moment niet direct dat het gewerkt heeft. Dus op dat moment denk je, er blijft helemaal geen laagje achter of mijn huid is helemaal niet gevoed. Dat lijkt het, zeg maar.
Terwijl als je dan een paar dagen verder kijkt, of een paar dagen, gewoon de volgende dag, dan voelt je huid ineens super zacht aan. Het is net alsof dit product een beetje tijd nodig heeft om zijn werking te doen. En dat vond ik er dus echt heel erg fijn aan. Dat het dus gewoon, voor mijn huid werkt het gewoon heel erg goed. Het voedt mijn huid niet te veel, omdat het is bedoeld voor de normale huid. Ik denk dat je, als je een droge huid hebt, dan heb je hier misschien niet voldoende voeding aan. Maar heb je gewoon een normale huid, dan is deze waarschijnlijk echt perfect voor je huid. Een normale tot gemengde huid. Want hij voedt gewoon niet te erg, zeg maar. Maar hij voedt wel, hij geeft wel je lichaam dat lekkere laagje, die zachtheid, die soepelheid die je eigenlijk op je huid terug wil zien. En hij droogt daarnaast gewoon mijn huid niet uit. Ik vind hem gewoon echt super. Ik gebruik hem echt al door. Ik heb hem eigenlijk onder iedere douchebeurt ook gebruikt. Ik vind hem gewoon echt top. En zelfs mijn vriend die zei op een gegeven moment van, wow, wat is jouw lichaam lekker zacht. Wat heb je opgedaan? En toen zei ik, ik heb gewoon met deze gedoucht. En dat werkt dus echt super goed. Ik zou zeggen, ben je bij de Action en zie je hem staan, neem hem alsjeblieft mee als je een gewoon een normale huid hebt. Want hij werkt gewoon echt super fijn. Hij hydrateert je huid goed. Ja, als je dan de douche uitstapt, je hebt afgedroogd en zo, dan ruik je hem nog een klein beetje na. Maar niet mega erg, gewoon heel subtiel. Dat vind ik wel lekker. Ja, daarnaast ruikt hij zelf gewoon lekker naar komkommer. Ik ben er gewoon heel erg lovend over. Dat was dus weer mijn review voor deze keer. Ik hoop je de volgende keer weer terug te zien op mijn kanaal. Ik hoop dat je er weer iets aan gehad hebt. Heb je deze body lotion zelf ook? Laat me weten wat jij er weer van vindt. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer terug op mijn kanaal. Doeg!